perform a day like it. And she has to give a son a goodbye kiss. It was bye, bye, bye. She remembers, takes some money and so get her a prom. Found Johnny, gets her at the poker shop. As long as he was playing at a railroad side, well, he paid for the trouble, he was satisfied. So never thought and never from a dad like him. Yes, he held to give his son a goodbye kiss. He cries bye, bye, bye. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Op dit podium. Straks zijn we weer op het andere podium. Om 7:15 zijn we in de rotonde. En dan gaan we een paar andere nummers brengen. Zodat mensen ook een beetje kunnen pocho's en zo. En een beetje kunnen discoën. Dat soort dingen. Maar voordat wij afscheid nemen, even de jongens aan u voorstellen. U heeft geluisterd naar The Rocking Teens and Friends met aan de basgitaar Robert Simon. Aan het toetsen, gitaar en bijzang, zijn broer Humphrey Simon. Links van mij, slaggitaar en zang. Mijn ene jongste broer, Ron Moses. Achter het drumstel, mijn jongste broer, Roy Moses. Ja, deze twee broertjes van mij, die waren nog niet geboren toen ik al indoorrock ging spelen. Oké, vertel eens. Ja, ik moet nog meer vertellen. Dit is mijn oudste broer. En hij speelt en zingt nog steeds. En dat is op zich natuurlijk al heel knap. En ik vond het een hele eer toch wel om uiteindelijk toch nog zelf een cd met hem te gaan opnemen. En het resultaat is hier verkrijgbaar zometeen. Staan we waarschijnlijk aan die kant van het podium. En speciaal voor vandaag. Normaal gaan wij hem verkopen voor 10. Vandaag verkopen wij hem voor 8. Dus als u interesse heeft, graag hier aan de linkerkant. Ja, dames en heren, we hebben het wel gezegd in het begin. De enige nog over van de Rocking Teens. Onze bassist David is onlangs overleden. Dus ik wil ook voor hem even een applausje graag voor David Hof. Oké, mensen. En duidelijk wil ik vragen of jullie mee willen doen. Allemaal. En allemaal, hè. Links voor, rechts achter, in de spits. Allemaal meedoen. Ja, en dat is heel makkelijk hoor. U hoeft alleen uw handjes te gebruiken. Ja? 1, 2, 3, 4.